Shisu Mining Services NV is gisteren van start gegaan met de 6e editie van de Safe and Efficient Blasting and Advanced Blast Management Training om de veiligheid en efficiëntie in de mijnbouwsector te garanderen. Ruben Mendonça, manager bij Shisu Mining Services NV, legt uit dat de training inzichten biedt over de nieuwe technieken voor het veilig gebruiken van explosieven in de mijnbouwsector. Hoewel er steeds vorderingen zijn geboekt voor wat betreft veiligheid in deze sector, legt Mendonça uit dat het steeds beter kan. We kunnen nooit tevreden genoeg zijn, omdat er telkens uitdagingen zijn van veiligheid. Er zijn namelijk bedrijven die heel snel het werk willen klaren en dan worden er risico's genomen, vooral bij de kleinschalige mijnbouw. Ondanks er bedrijven zijn die alle regels in acht nemen, zijn er toch nog individuen die risico's nemen. Dat weten we worldwide, maar daarom dat wij erop staan dat deze training altijd om de 2-3 jaar wordt verzorgd en dat er wordt gewerkt naar de instructies die worden gegeven. We zijn niet het enige bedrijf die de trainingen geven, maar wij hebben wel een voorkeur. En hoeveel deelnemers doen dit jaar mee? Wij hebben 21 geregistreerde deelnemers die deelnemen aan deze opleiding. Shisu Mining Services NV voert deze training samen uit met de faculteit Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Mendonça zegt dat de studierichting Geowetenschappen van deze faculteit studenten klaarstoomt voor de mijnbouwindustrie. Vandaar dat samenwerking belangrijk is. Er is namelijk een MOU getekend tussen Shisu Mining Services en de Anton de Kom Universiteit van Suriname om deze training te ondersteunen en om het ook ter beschikking te stellen van de universiteit, zodat op professionele wijze deskundigheid wordt aangedragen voor de mensen die later deskundig werk en veilig werk moeten verrichten in de mijnen. Zeker aan de bedrijven, de kleine bedrijven die nog steeds goud winnen met kwik, wil ik zeggen van probeer een efficiëntere manier te vinden en voorkom dat kwik schade toebrengt aan mens en milieu. De Safe and Efficient Blasting Advanced Blast Management Training wordt al sinds 2009 georganiseerd. De 6e editie van deze training wordt morgen afgesloten in Hotel Jacada. De participanten ontvangen daarbij een certificaat om hun deskundigheid aan te tonen. En dit waren de lokale berichten in het journaal.